in het Symbavo Humaniora in Gent was er woensdagavond de voorstelling Altijd Prijs, waarin VRT-journalist Rob Heirbout en politicoloog Hendrik Vos een humoristisch jaaroverzicht gaven over de Europese Unie. Allee, man, laat die plaats staan. Ja, in vredesnaam, dat is wel het Europees volkslied, hè? Idioot! Ook Europees president Herman Van Rompuy was een van de attente toeschouwers. 1 januari. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigt Europees president Herman Van Rompuy aan dat de Europese Unie dit jaar werk moet maken van het herstel van het vertrouwen. Hij zelf belooft alvast dat hij geen onbegrijpelijke haikus meer zal schrijven en dat hij in elk geval zal stoppen met ze altijd 2 keer voor te lezen. De mensen zijn na 1 keer al genoeg in de war. Als je niet kunt lachen met je eigen, dan denk ik dat je een ander beroep moet kiezen dan de politiek. Hè. Maar ik vond dat het allemaal nog erg meeviel. Het was op geen enkel ogenblik kwetsend, zeker niet. Een dienst van de provincie Oost-Vlaanderen organiseerde dit evenement. Het is een organisatie in samenwerking met het informatiepunt Europa Direct. Wat eigenlijk een soort loket is, zou je kunnen zeggen, dat in alle provincies bestaat om alles in verband met Europa, Europa eigenlijk dichter bij de Oost-Vlaming te brengen. En zij organiseren dit en uiteraard is dat in samenwerking met een aantal andere partners. En vandaar dit jaaroverzicht past daar ook wel wat in. Volgens politicoloog Hendrik Vos was het helemaal niet moeilijk om deze voorstelling te maken. Eigenlijk vertellen wij vooral wat er effectief gebeurd is in Europa. En je koppelt een aantal dingen aan elkaar en dan zie je dat de Europese politiek, dat eigenlijk, als je zelfs gewoon maar vertelt wat er gebeurt, dat vaak geestiger in elkaar zit dan het op het eerste zicht lijkt. Mensen rijden zich daarin vast in ingewikkelde afkortingen en jargon, maar als je dat wat wegkrapt, dan zie je dat Europa eigenlijk best wel boeiend is en dat er daar eigenlijk ook heel leuke dingen gebeuren. Herman Van Rompuy besluit zijn overwinning speech met de woorden: de euro is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons. Dankjewel.